Na de opbouw van onze render tree kunnen we overgaan naar de layoutfase. Nu, de layoutfase, soms ook de reflow-stap genoemd, is verantwoordelijk om posities te gaan breken voor elke node in onze render tree. Dus waarbij dat de render tree enkel inhoud van tags bevat en opmaak van die nodes, zullen we in de layoutstap ook effectief absolute posities en absolute groottes voor elke node gaan berekenen. Nu, de layoutstap is sterk afhankelijk van onze zogenaamde viewport, wat eigenlijk het gebied aanduidt binnen ons venster die effectief zichtbaar is. Dus het kan zijn dat onze volledige webpagina redelijk groot is en dat de gebruiker nog moet scrollen om alles te zien. Dus daarom onze viewport is hierbij belangrijk. Nu, we gaan hier niet in te veel detail gaan van hoe deze layouting precies werkt, maar de layouting moet eigenlijk rekening houden in de praktijk met een heleboel verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld de grootte van het lettertype in de huidige node, bepaalde line breaks die moeten voorkomen enzovoort. Dus die layouting kan in de praktijk wel vrij complex worden. Nu, uiteindelijk, de uitkomst van zo'n layoutstap noemen we de zogenaamde box model. Wat eigenlijk alle absolute posities bevat en de absolute groottes van elke node in onze render tree. Nu, hier achter mij kan je de input zien naar zo'n layoutstap, waarbij we hier bijvoorbeeld de viewport hebben, die de absolute grootte en breedte bevat van wat we momenteel kunnen zien. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld een aantal nodes hebben met relatieve percentages in termen van breedte die aangeduid werden via CSS. En tijdens onze layoutstap gaan we dus elk van die percentages gaan omzetten in absolute getallen in termen van pixels.